hartelijk welkom op het STOA Symposium Medicijnresten in afvalwater, technieken, ontwikkelingen en alternatieven. Mijn naam is Cora Uiterlinde, ik werk bij de STOA. En jullie verwachten hier waarschijnlijk Fred Klein-Wolthuis. Hij is afvalwatermanager bij Noorderzijlvest. Maar van de week liet hij ons weten dat hij ziek is en verhinderd is, tot zijn grote spijt. En Fred hadden we gevraagd om deze dag voor te zitten, omdat hij ook voorzitter is van de Taskforce Medicijnresten. Maar goed, u moet het vandaag met mij doen en met Henry van Veldhuizen, die nu voor portier speelt. En Henry is ook nauw betrokken bij de Taskforce en wij proberen jullie deze dag door te leiden over medicijnresten. Vanuit de STOA was het nu vooral ook aanleiding om deze dag te organiseren, omdat eind vorig jaar er twee hele mooie STOA-rapporten zijn verschenen, die jullie wellicht gezien hebben en waar vandaag ook voldoende aandacht aan wordt besteed. Eén daarvan is de hotspot-analyse geneesmiddelen. Mijn collega Beb Palsma die zal daar ook dadelijk het een en ander over vertellen. Waarin heel hard nagedacht is over van welke locaties in aanmerking zouden kunnen komen voor aanvullende maatregelen op zuiveringsinstallaties. En de verkenning technologische mogelijkheden verwijdering van geneesmiddelen in afvalwater. Nog eens even heel goed in beeld gebracht welke technieken er zijn. We willen graag dat de kennis niet alleen in mooie rapporten terechtkomt, maar vooral gebruikt wordt en dat iedereen weet dat het er is. Dus vandaar dat mede voor ons de aanleiding was om deze dag te organiseren. Maar natuurlijk ook omdat er op dit moment heel veel aandacht voor is voor de hele thematiek. Er zijn allerlei bestuurlijke ontwikkelingen, er wordt nagedacht van waar gaan we welke maatregelen treffen. En er vinden ook heel veel onderzoeken plaats. Ook naar de verschillende technieken. Er zijn een aantal onderzoeken die ook dadelijk gepresenteerd gaan worden. En de afgelopen jaren, volgens mij al 2 jaar, zijn we ook bezig met een expertgroep waterfabrieken. Waarin de betrokkenen van al die onderzoeken, de leden van de begeleidingscommissies en de uitvoerders van al die onderzoeken 2 keer per jaar bij elkaar komen om dingen onderling af te stemmen over meetprotocollen, over goed ook om te weten van wat de resultaten zijn van een ander. Om uiteindelijk een goed inzicht te krijgen in de mogelijkheden van medicijnresten te verwijderen. Nou, voldoende aanleiding om voor ons om te zeggen van wij gaan op een vrijdag een dag organiseren. En ik moet zeggen, ik ben blij verrast met de opkomst. Het is een divers publiek wat hier in de zaal zit. Afvalwatermensen van waterschappen, drinkwatermensen, mensen van laboratoria, de bedrijven, adviesbureaus. Dus ik hoop dat we met z'n allen de stand van zaken kunnen opmaken en de plannen voor de toekomst kunnen bepalen. We gaan veel van jullie vragen vandaag. En wij is in dit geval het organisatiecomité, dat is mijn collega van STOA, Beb Palsma. Maar Mirabelle Mulder die heeft ook heel hard gewerkt om dit programma mede mogelijk te maken. En Henry heb ik net ook al aangekondigd. Maar we gaan veel van jullie vragen, want er worden veel presentaties gegeven. We proberen, als daar ruimte voor is, na iedere presentatie even kort wat vragen te laten stellen. Vraagt ook iets van de sprekers, dat ze zich aan de tijd houden. En naast de presentaties zijn er ook, worden er filmpjes getoond, omdat we niet alles in dit programma allemaal gepropt konden krijgen. Dus we vragen veel van jullie aandacht op deze vrijdag.